have a big time. De voorbereiding is behoorlijk zwaar geweest. Te meer omdat ik zelf met een tv-programma op een bepaald moment nog zat. Maar ook omdat het allemaal heel kort dag is. Je zit met het feit dat we op 5 januari beginnen. Dat was echt niet evident. Intussen moest er een andere zender ook nog blijven doorlopen. Daar zijn mensen die daarvoor werkten en werken. Dus die combinatie, dat is loodzwaar. Maar langs de andere kant, het feit dat er zoveel druk op zit, geeft dat ook wel iets plezants. Geeft er ook heel veel adrenaline. Er wordt immens veel van verwacht. Iedereen zit er met 37 vergrootglazen op te kijken. Dus dan ga je er ook voor zorgen dat het in orde is. Hoe heb je het aangepakt, die weg richting M&M? Hoe begin je aan zoiets? Ik ben op een bepaald moment de trein ingestapt en die trein is blijven rijden. En hij rijdt nog altijd. Er is natuurlijk wel, er zijn eerst de grote lijnen die je uitzet. En dan ga je soms heel, heel radicaal van dat wel, dat niet. Maar dan merk je na verloop van tijd dat je dingen moet bijsturen en fijner maken. Maar hoe begin je eraan? Ja, met een effectief letterlijk zijn we met een wit blad papier begonnen. Na verloop van tijd zijn daar heel de klasseurs en zo bijgekomen. Maar ik vond dat heel, heel vreemd hoor, want je weet niet echt waar je moet beginnen. En ik vermoed dat we in het begin zijn we echt bijna filosofisch beginnen wauwelen van hoe moet zo'n zender klinken en waar moeten onze accenten liggen en zo. Maar op een bepaald moment moet je gewoon praktisch beginnen denken. Wat wij toch alleszins gaan pogen, is dat het allemaal iets authentieker is. We hebben bijvoorbeeld, zonder te zeggen dat Donna plastiek was of zo, maar er is wel de bedoeling dat de mensen die bij M&M werken, dat je echt voelt dat mensen zijn, dat geen presentatoren zijn die teksten voor hun neus krijgen. Ze hebben de zaak echt in handen. Het is zo'n beetje het verschil dat je maakt met mensen die autorijden en mensen die een chauffeur hadden. Ik denk dat ze bij de vorige zender veel meer het gevoel hadden dat ze een chauffeur hadden, waar ze dan instructies moesten aan geven, maar dat ze nu gewoon zelf met de auto aan het rijden zijn. En dat ga je ook merken op antenne. Mensen gaan, dat is toch de bedoeling, echt erover komen en veel meer zijn wie ze echt zijn. Je gaat geen eenheidsworst creëren van stijlen. Ik denk dat er echt verschillende mensen verschillende stijlen gaan zijn. Uiteraard onder die grote, brede hitradio paraplu van M&M, dat wel. Wat verwacht je qua reacties en zo? Ik vermoed dat ik sommige recensies op voorhand al kan schrijven. Mensen die sowieso al niet gewonnen waren voor het hele M&M-verhaal, die zeggen van, mannen, sorry, maar dit is gewoon nieuwe wijn in oude zakken of oude wijn in nieuwe zakken, wat is het ook alweer? Dat is niet belangrijk. Maar dat soort uitspraken ga je sowieso wel krijgen. En dat zijn de mensen die eigenlijk een recensie al op 4 januari zullen geschreven hebben en op 5 januari het ook vertikken om te luisteren. Mensen die wel willen luisteren, die het programmaschema echt willen doorgronden en ons zeg maar iets 2 maanden de tijd geven om die radio te zetten, want een radio zet je niet zomaar van dag 1. Zowel de betrachting natuurlijk, maar je moet hem ook wel leren kennen. Je moet die stemmen leren kennen, je moet de jingles leren beluisteren. Je gaat de muziek een beetje moeten heruitvinden. Die gaan, hoop ik, wel het gevoel hebben van ja, dat is een zender waar wij welkom zijn, die heel breed is, die ook wel commercieel geïnspireerd is, maar die ons wel een goesting doet krijgen om te luisteren en om te leven. En die niet een gigantisch hoge drempel heeft om in te stappen. Het is geen radio die gaat zeggen wat nu geweldig goed is voor u, maar die wel het gevoel gaat geven van ja, het is een plezante wereld waarin we leven en dat is M&M ook. Eigenlijk iemand zei het zo onlangs van M&M, dat is een feestje en dat is ook het belangrijkste, denk ik. M&M is een heel mooi radioverhaal en ik ben ervan overtuigd dat een heel straf radioverhaal zal zijn ook. Let's have a big time, M&M. Vanaf maandag 5 januari.